ik ben Quinny en ik ga de komende weken jullie barlessen verzorgen. Ik geef pilates, danslessen en barlessen. Ik heb al een aantal keer bij Medico ingevallen voor de pilateslessen en nu ga ik de komende weken de barlessen doen. De barlessen, dat is een fitness workout. Het komt uit de klassiek ballet. Je hebt absoluut geen balletervaring nodig. We gaan een workout doen speciaal voor je hele lichaam. Aan de bar werk je vooral veel aan de billen en aan de benen. En op de mat, we gaan natuurlijk ook op de mat werken. Daar werk je vooral aan je buikspieren, maar ook je armspieren. En uiteindelijk ook de stretch- en rekoefeningen. Bij een bar is het belangrijk dat je je spieren kan verlengen. Dus je verlengt je benen, je verlengt je armen. Net zoals bij ballet eigenlijk. Daar zie je ook de ballerina's en de mannelijke ballerina's. Die verlengen alles. Ze verlengen hun hele lichaam. Ze verlengen hun wervelkolom, hun armen, hun benen. Alles is mooi lang. En daardoor, door die verlenging, train je wat meer. Ga je wat meer naar die diepere spieren. En die diepere spieren train je niet zo snel. Vaak gebruik je de buitenste spieren. En daarom is het soms wel eventjes moeilijk om naar die diepere spieren te gaan. Maar uiteindelijk, als je weet waar je het vandaan moet halen, is het een hele intensieve training en best wel zwaar. In de les train ik ook nog de buikspieren. Dat is ook belangrijk, want een stevige core, stevige buikspieren heb je nodig bij een barles om balans te houden. Bijvoorbeeld in de plié's, als je naar beneden gaat. Belangrijk dat je rechtop naar beneden gaat. Een mooie rechte lijn maakt. En niet naar voren kantelt of naar achteren kantelt. En dat heeft heel erg te maken met die buikspieren. Als we klaar zijn aan het einde, vind ik het ook altijd belangrijk om nog even goed te rekken en te strekken. Daarbij doe ik vaak wat lenigheidsoefeningen. En die lenigheidsoefeningen die zorgen er weer voor dat de spieren soepel blijven. Dus dat is een beetje mijn hele les. Ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn als ik. Ik vind het heel leuk om te beginnen met deze les. En ik hoop jullie te zien in mijn les online. Nou, tot ziens en hopelijk heel snel. Dag!